Er is opnieuw iemand aangehouden in de moordzaak Daan Mellee in Enschede. Zo laat de politie weten. Het gaat om Debbie G., de 35-jarige vrouw die Daans vriendin was toen hij werd vermoord in juli 2018. De aanhouding gebeurt 2 weken nadat een goede kennis van Debbie G. ook al werd opgepakt, Daniel V. Lijkt er dan na 3 jaar eindelijk duidelijkheid te komen in die zaak. We praten erover met journalist Jan Colijn, die voor RTV Oost over de zaak schrijft. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Niels. Die vorige aanhouding van Daniel V. 2 weken geleden werd door de politie een doorbraak genoemd. Is dit ook zo'n doorbraak? Nou, de politie heeft er geen waardeoordeel aan gegeven, geen status. Maar dat ze de vorige keer bij de aanhouding van Daniel V. Dat ze de doorbraak noemden, was toch eigenlijk wel veelzeggend. Want dat doet een politie niet snel. Mm-hmm. Nou is die Debbie al eerder ook aangehouden in die zaak. Hè? En eigenlijk sinds de moord verdachte gebleven op papier. Ja. Wat ja. betekent dat eigenlijk dat ze dan verdacht is? Want ze zat niet vast. Ja, dat is meer uit praktisch oogpunt. Op het moment dat iemand verdachte is en je voert hem of haar van de lijst, dan heb je minder opsporingsbevoegdheden. Als politie minder mogelijkheden. Op het moment dat iemand gewoon, je laat hem op de lijst staan als verdachte, dan hoef je maar te zeggen van, we opbieden nu op het bureau en dan heb je maar te verschijnen. Er zit nog een ander aspect aan die zaak. Een verdachte heeft bepaalde rechten en plichten. Met name bepaalde rechten hoeft niet te antwoorden. En op het moment dat iemand verdachte is in de zaak, dan hoeft hij dus niet te antwoorden. Dus het is ook een beetje ter bescherming van de persoon zelf in kwestie in dit geval. Ja, precies. Nu is ze in ieder geval wel opnieuw aangehouden en dus opgehaald, vastgezet. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, de politie doet daar geen mededelingen over. Om reden dat de verdachte in beperking zit, zoals dat heet. Mag alleen maar contact hebben met de eigen advocaat. En de advocaat mag er verder ook niks over zeggen. Het kan te maken hebben met, noem maar op, een DNA-match alsnog na zoveel jaar. Het kan ook mee te maken hebben dat Daniel V. toch een bepaalde verklaring heeft afgelegd op basis waarvan Debbie nu is aangehouden. Ja. Maar zoals ze zegt, de politie wil daarover geen uitspraken doen. Dat is onzeker. Er zijn wel een aantal dingen in het verleden al gezegd over deze Debbie G. Hè. Ze was de vriendin van Daan toen hij werd vermoord. Ze zouden ruzie hebben gehad volgens buren kort voordat die moord plaatsvond. Wat weten we nu eigenlijk over wat er zich ongeveer heeft afgespeeld daar? En welke plek heeft zij daarin? Ja, nou ja, goed wat je al schetste. Ze hadden een moeizame relatie. Knipperlichte relatie werd ook wel eens genoemd. En wat we weten is dat ze de avond van tevoren nog hebben gebarbecued. Dat is ontaard in een knallende ruzie. En omstanders die zeggen ook van dat Debbie de avond voor de moord nog zou hebben geroepen van Daan gaat eraan. Er zijn ook verklaringen van mensen die zeggen van Daan wilde stoppen met drugsgebruik en Debbie wilde verder. Daar zou ruzie over zijn ontstaan. Mm. En wat ook bekend is dat de buren die hebben op de ochtend van de moord, 5:30 heel vroeg, hebben ze nog allerlei commotie in het huis gehoord. Een vriendin van Debbie die verklaarde dat Daan die ochtend nog leefde op het moment dat zij wegging. Dat is eigenlijk in grote lijnen wat er bekend is van rond het tijdstip van het misdrijf, zeg maar. Oké, een vriendin van Debbie verklaarde dat Daan nog leefde toen Debbie wegging. Op het moment dat Debbie die zou de woning uit zijn gegaan. En een vriendin zou daarover hebben verklaard dat Daan op dat moment nog in leven was. Het zijn allemaal zaken die lastig te toetsen zijn. Ja, dat zijn alweer uitspraken. En daar zal onderzoek naar worden gedaan, ongetwijfeld. Ja. Deze Daniel V., hè, een bekende die dus 2 weken geleden werd aangehouden. Een bekende goede relatie van Debbie. Wat is zijn rol dan eigenlijk? Naast dat we weten dat hij een bekende van Debbie was. Nou ja, er wordt dus een van de scenario's die eronder doet is dat Debbie dat ze ruzie zouden hebben gehad en Debbie zou hulp hebben ingeroepen van iemand anders. Of dat dan Daniel was of een van de andere mensen, want in deze zaak zijn meerdere mensen aangehouden geweest. Een aantal van hen is ook nog person of interest, zoals dat heet. Dus meerdere aanhoudingen kunnen niet worden uitgesloten. Maar wat precies de rol van Daniel V. is in dit verhaal, dat is de politie dus, het rechercheteam. Letland, zoals het onderzoek heet, is de recherche nu aan het uitzoeken. Ja. Zijn Debbie en Daniel nu de enige die vastzitten rondom deze moordzaak? Ja, dat zijn de enige twee die vastzitten. Maar zoals ik al zei, er zijn nog meerdere mensen die ook verdacht zijn of person of interest. En ik heb vlak voor deze uitzending nog even contact gehad met de woordvoerder van het rechercheteam. En die zeiden, liet toch meer of meer wel doorschemeren dat er eventueel nog andere verdachten
eventueel kunnen worden aangehouden. Oké. Nou weten we ook dat in juni dit jaar heeft de hoofdofficier van justitie een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Hè. Die zaak leek een beetje vast te zitten. Nou zien we in één keer, er werd een moordwapen gezocht in een vijver in Enschede. Daniel V. wordt aangehouden, nu Debbie G. wordt aangehouden. Ja, heeft dat te maken met een gouden tip die is gegeven of weten we dat niet? Nee, daar komen we op dit moment nog niet achter. Dat is waarschijnlijk pas tijdens een eerste keer als de zaak voor de rechter zou komen. Als het voor de rechter komt, dan moeten we altijd even afwachten. En ja, zo'n gouden tip, zo'n beloning daarvoor uitloven, is een beproefde methode van justitie om een zaak onder de aandacht te houden. Maar ja, in de praktijk wordt zo'n beloning eigenlijk niet of nauwelijks uitgekeerd. Dus dat het is een methode om de zaak onder de aandacht te houden. En wat je dan ook vaak ziet is dat justitie gooit een bommetje, zegt laat zo'n beloning uitloven. Dan doen ze dat in een tv-programma Opsporing Verzocht. En vervolgens worden alle betrokkenen rond zo'n onderzoek onder de tap gezet. En dan is altijd de hoop dat ze elkaar gaan bellen en allerlei gekke uitspraken gaan doen. Ja, het is meer een drukmiddel, bommetje, steen in de vijver om te kijken wat er gebeurt. Ja, steen in de vijver in dit geval bijna letterlijk. Ja, inderdaad, ja. De ouders van Daan die reageerden de vorige keer, 2 weken geleden, toen Daniel V. werd aangehouden, opgelucht. Want ze waren al bang, dit wordt een cold case zaak. We gaan er nooit achter komen wat er is gebeurd. Weten we hoe ze gereageerd hebben op deze aanhouding van Debbie? Nou ja, ze hopen dat in de eerste plaats gewoon dat de moord op hun zoon wordt opgelost. En wat ze ook al te kennen gaven was dat ze heel blij zijn met de aanhouding. Maar dat die tegelijkertijd ook weer alle oude wonden openrijkt. Ja. Dus het is wel een beetje tweeslachtig is het. Maar ze hopen vooral te weten van wat daar ooit gebeurd is. En dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de dood van hun zoon, dat die daarvoor worden bestraft. Ja. In hoeverre gaat dat proces nu verder? Hoe gaan we daarachter komen? Stel even dat hoe gaat het dit proces nu verder met Daniel V. en met Debbie G.? Worden ze verhoord? En hoe lang blijven ze vastzitten? Wat weten we eigenlijk over? Ja, vaak is het dan zo dat mensen worden in uitputtende verhoren, dat zijn echt hele lange rechercheverhoren die soms urenlang kunnen duren, worden ze verhoord over een vermeende aandeel in de zaak. En dan wat je dan vaak ziet is dat dan het rechercheteam is natuurlijk op de achtergrond vooral bezig geweest om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen. En dan worden verdachten daarmee geconfronteerd. En dan begint dan vaak met een heel oppervlakkig verhaal. En dan steeds meer zie je dat het onderzoek zich dan toespitst op bepaalde bewijzen. En in de hoop eigenlijk toch min of meer dat ze zichzelf kletsen, zeg maar. Ja, dus het zal nog blijken in de toekomst of ze er echt iets mee te maken hebben en welke rol ze dan zouden hebben gehad. Uiteindelijk is het de rechter die het laatste woord daarover spreekt. Ja. We blijven het volgen. In ieder geval, jullie zitten daar goed in. Jan Colijn en ook jouw collega Tom Meerbeek. Dank in ieder geval voor deze update in de zaak, Jan. Graag gedaan.